dit weekend begon met zelfgemaakte kroketten. Oh, wat waren ze heerlijk. En spetter, ja hoor. Het vet dat klokte. En daar komen ze aan. Goudbruin. Heerlijk. Nou, oké, dat was die dan. We hadden ook wat wijn nodig. Dit is de ginafdeling bij Dan Murphy's. Een slijterij zo groot als een kleine supermarkt. Daar moesten we heen volgens collega's om Franse wijn te kunnen kopen. Want in de andere zaak hebben ze dat niet. Nou, dit is de bierafdeling. Hoeveel flesjes wil je hebben? Wat voor smaken? Kies maar, altijd raak. Ook in kratjes. Ja hoor, en daar komen ze aan. De echte Heineken's. Kijk even naar de prijs. 2 voor 60 euro. En dan in de uitverkoop. We kwamen voor de wijn. 4 van de 5 Premier Cru Classés uit de Bordeaux lagen er. Alleen Château Latour was er niet. Verder waren ze er alle 4. Ik heb nog nooit een supermarkt gezien met zoveel grote wijn. Prijsje erbij, ja hoor, $6,000. En daar ligt de Château Mouton Rothschild. Deze wijn hebben wij gekocht. Heerlijk. Australische wijn is ook goed. En dit is de beste die ze hebben. The Grange van Penfold. We hebben hem zien maken in Adelaide. Maar we mochten hem helaas niet proeven. Hier nog wat grote jongens die wat ouder zijn. En dit op zondag. Nou, niet deze, maar deze. De Wellness Expo. Monique checkt even in. En staat op gemak te kijken wat er allemaal gebeurt. In de rij voor een advies over je rug. Make-up. Ja, ook jij ziet er goed uit. Uitleg over voedsel. Wat mij opviel is dat er veel van die mensen zaten te luisteren. En verder, naar verhouding, erg veel vrouwen en weinig kerels. We hebben ook nog wat organische thee meegekregen. Nou, ik drink hem niet. En heb je pijn, maakt niet uit waar. Er is altijd wel een flesje wat helpt. Joint pain, insomnia, het maakt niet uit. Ook hier worden de kleintjes erbij betrokken. En nu een workout. Nou, het is alweer bijna afgelopen. Wij volgen de Aussies naar de uitgang. En dit was hij weer. Tot de volgende keer. Doei!